met B-Tune. Waar kwam er dan? B-Tune. Bekend van de band, maar ook van zijn eigen singles. Klopt. En zijn eigen pokoes. Maar vandaag ben je hier in een speciale hoedanigheid. Want You Na Amafua Anthem Song. Ja, ja, klopt. Van het Nationaal Surinaamse Korfbalteam. Ja, klopt man. Hoe voelt dat? Ja, goed. Het heeft heel veel animo gekregen. Heel veel mensen zijn het gaan streamen, gaan liken, gaan delen. En het korfbalteam zelf heeft er heel goed op gereageerd. En ja, dat ding is gaan hypen ook in Suriname. Dus Radio 10 speelt er voor ons af, bijna elke dag. Dus ja, super nice man. Ik ben heel tevreden. Hoe was het om dat te gaan schrijven? Ik ben de studio ingestapt natuurlijk met mijn eigen producer, Stacy Grind. Ja. En we zijn gaan zitten en ik zei, we moeten een anthem maken van Suman. Hij zei, dan gaan we gewoon alle elementen van Suriname erin verwerken. Weet je, soppie. Noem het maar op, scratchy, ja. Feest. Ja. Dat is wat wij Suriname doen. We genieten van het leven. Weet je, en Young Dringy. Waar kunnen we die plaat volgen? Geef het mee aan de luisteraars. Nou, jullie kunnen hem sowieso checken op mijn Spotify-account. Eigenlijk alle streamingsplatformen. En Staalvaste Radio draait hem ook natuurlijk. En ik zou zeggen, deel, like, support het korfbalteam. En laat ons nummer 1 worden in de VK, toch? Pick up yourself, be yeah, cool. Man, love man. Respect naar 1.